zagen laatst deze Facebook-post. Wat is er precies aan de hand? Het gaat om fietsendiefstal. Fietsendiefstal komt overal voor, maar ik krijg vrij veel reacties van mensen dat vooral bij Keizerswaard vrij veel fietsen worden gestolen. En vandaar dat ik dus nu zoiets heb van nu is het genoeg. Ik zou graag hier een fietsenstalling weer terug willen, zoals wij vroeger hadden. Ik heb een poll gehouden op mijn Facebookpagina. 79 van de ruim 1300 stemmers zijn voorstander van een fietsenstalling. Heeft u wel goed op slot gedaan? Heel goed op slot, met een extra kabel. Oké, en waarvoor zijn die maatregelen zo dan? Nou, anders wordt hij weggehaald, hè. Het is mijn tweede fiets en die andere stond ook op de kabel, maar die stond niet aan zo'n rek vast, wel met mijn voorwiel. En die hebben ze gewoon op de nek meegenomen. Ik vertrok om 4:10. Ik zette mijn fiets hier bij Dirk van den Broek. En om 4:10 liep ik naar de HEMA en 4:15 kwam ik terug en alleen mijn ketting lag daar. Ze rijden langs of er lopen mensen en die zien een interessante fiets. En ze melden dat aan iemand en het busje rijdt langs. Ze klikken hem open en ze laden hem in. Ik heb zo'n oud bakkie. Die willen ze niet. Nee, ik sta hier elke dag en nog nooit gebeurd. Ik heb ook nog nooit iemand hier raar rond zien hangen. Maar ik zie wel cameratoezicht. Waarom is het dan nog steeds zo'n groot probleem? Ik vind cameratoezicht een beetje schijnveiligheid. De fiets is gestolen en achteraf worden dan de beelden bekeken. Maar daar heb je je fiets nog niet mee terug. Het gaat vaak zo snel. Ze kunnen het zo gehaaid dat men het niet eens ziet. En laat staan op videobeelden. Maar wat zou dan de oplossing zijn voor dit probleem? Een fietsenstalling, een bewaakte fietsenstalling. Tenminste, het kan dus gewoon zoals het nu hier is. Dan met een keetje waar je voor een klein bedrag of gratis, dat moeten we even bekijken wat het beste is. Dat mensen dus in ieder geval als ze heen komen ook nog terug met de fiets kunnen. Je krijgt een papiertje met een nummer en je laat dat nummertje zien en je gaat je eigen fiets halen. Dus het is niet van gisteren, maar het is hier weg. Waarom weet ik ook niet. Okay. De dag eventjes naar het winkelcentrum en dan vind ik dat toch, die bewaakte, vind ik hem dan toch te duur worden dan als je het iedere week of iedere dag doet. Zou u ervoor betalen als het bewaakt zou zijn? Nee, denk het niet. Want nou, wat ik zeg, ik heb nog nooit de last ervan gehad. Ja, misschien als die gestolen is, dan zeg ik graag er wel voor betalen.